Tweede minuut van de wedstrijd. Een hoekschop voor Almere City. Dat speelt in de rode shirts. Hier een eerste kans voor Sheldon McDonald. En lekkere poging ook van Overtoom. Redding is er van Rodi de Boer. Dan een counter voor Telstar. Shaquille Snow met de voorzet. En dan ontbreekt het aan een goede aanname bij Novakovic. En zo kan Giel Kramer de bal oppakken. Leuke openingsfase in ieder geval in Almere. De bal wordt binnengehouden en meer dan dat, het wordt een doelpunt. Ongelooflijk maar waar. Ja, dit moet je nog een keer terugzien in de herhaling. De bal terugtrekken is van Mohamed Hamdawi. En dan gaat hij via de knie van Mirani het doel in. Damon Mirani, de slimiel, maar hij kan er vrij weinig aan doen. Net als doelman Giel Kramer. Maar Telstar wel op 1-0. Dan Almere weer met Salasiwa, die tegen zijn oude ploeg speelt. Heeft hij bijna de assist op de voeten. Maar Dennis van der Heijden kopt die bal wel naar beneden. Maar daar ligt ook Rodi de Boer. Almere zou een doelpunt wel verdienen. Ploegen zijn aan elkaar gewaagd. McIntosh. Overtoom krijgt de bal terug. Van der Heijden, Overtoom. Moeilijk schot. En dan een Ibrahimovic-achtige inzet van Dennis van der Heijden. Maar dat levert geen doelpunt op. Zo blijven er wel kansen komen voor Almere City. Hier weer één in de maak, een paar minuten later. Hakballetje is netjes van der Heijden. Het schot is wederom van Overtoom. Maar nog altijd geen doelpunt voor Almere City. Je zou niet zeggen dat Almere City bezig is aan een slechte reeks. De laatste drie wedstrijden op een rij verloren. De tweede helft, Telstar weer in de aanval. Dit is een uitgespeelde mogelijkheid. En die gaat via de binnenkant van de paal binnen. Het doelpunt wordt gemaakt door Novakovic. Ja, wie anders? De topscorer van Telstar doet het opnieuw. En dit was geen makkelijke. Op aangeven van Snow is het 16e competitiedoelpunt van Andrija Novakovic, de Amerikaan. Van Heertum legt een pan klaar. En dit is een makkelijkere voor Novakovic. Zijn 17e en 3-0 voor Telstar. Dan lijkt de wedstrijd gespeeld na 56 minuten en een beetje. Van Heertum staat helemaal vrij, net als Novakovic. En dan is het vrij makkelijk 3-0. Almere lijkt dan wat aangeslagen, maar weet zich te herpakken. Invaller Owusu legt hem terug. Salasiwa droeg ooit het witte shirt van Telstar, maar hij kan zijn oude club niet pijn doen. Almere probeert dan de schroom van zich af te gooien, zoals het dan zo mooi heet. Owusu weer terug. Aardig aanval van Almere. Maar het is Van der Water die je overschiet. Zo krijgen ze wel kansjes, maar ontbreekt het aan doelpunten. Stenio Valpoort gaat het 16 meter gebied in. Daar komt McDonald. Maar hij schiet hard naast. Een blinde poging van Sheryl McDonald. Aanvoerder Overtoom wil de bal terug, maar krijgt hem niet. Het is Jozef Kvida die maar eens uithaalt. En die bal zwabbert zo binnen. Ja, dit is natuurlijk ook een fout van Rodi de Boer. Het doelpunt is prima van de Tsjech. De bal gaat van links naar rechts. Maar ja, dit is toch wel een fout van Rodi de Boer. Hij mag dit zichzelf aanrekenen. Kort na het doelpunt, gelijk dit moment een heerlijk stiftballetje van Sylvester van der Water. En zomaar de aansluitingstreffer voor Almere City. Er is dan nog een kwartier te spelen, alles is nog mogelijk. Telstar leek de wedstrijd in de tas te hebben, maar die wordt er weer uitgehaald door van der Water met deze prachtige goal. In de slotfase dan, nog één keer voor een punt. Almere City met het schot van der Water opnieuw, maar daar gaat er niet in. En dan is Telstar toch uiteindelijk de winnaar in dit duel. Het wint met 3-2 van Almere City.